Mijn naam is Jan Vermunt en ik neem u mee naar mijn dorp Rijen. Dit ligt in een bosrijk gebied tussen Breda en Tilburg. Maar eerst gaan we even kijken naar een mooi groot kunstwerk in de Rijen. En dat zijn de vier grote Magrieten. De Magrieten staan symbool voor de verbondenheid van de vier kernen van de gemeente Rijen, Gilze, Moleschot en Hulte. En staan aan de rand van de kern Rijen aan de Generaal Massektunnel. Gemaakt door de kunstenaar Paul Verhouden. Zoals je kunt zien is hij druk bezig zijn kunstwerk op te knappen. Maar enkele jaren terug gebeurde er iets. Een paar jaar terug dacht de slimmerik, nou, ik ga eens een mooie koperen plaat hieruit halen. En ik weer wat centjes om een avondje te gaan stappen. Want je zo'n hele plaat had je eruit gehaald. Maar toen wou je die verkopen, maar bleek helemaal geen koper te zijn. Dus een avondje stappen, dat ging ook niet door. Op donderdag stallen de marktkooplieden een waar voor je uit in hartje Rijen. Drie voor 2,50, man. Drie zakken voor 2,50. Nergens te kopen. Lekkere kersen nog. 5 euro de kilo. 5 euro de kilo kersen. Nee, jongen, nergens te kopen. Alleen hier in de Rijen. Allebei in mijn laatste doos. 2 dozen, 3 euro. Appels ook 1 euro de kilo. Alles gaat eruit. Papa. Red ik de kaas hier? Ja, dankjewel. In het bloemenkraampje zijn de bloemenverkopers Jonas en Jolanda al 12 jaar begrip op de markt. Wekelijks halen we bij het bloemenkraampje een mooi welbekend. Het is een lust om al die bloemenpracht te bewonderen. Kom het je erbij doen nu? Nee hoor. Oké. Okay. Hey, bedankt. Succes hè. In het gezellige winkelcentrum zijn diverse leuke winkeltjes te vinden. Waar je kunt shoppen zonder parkeergeld te betalen. Slager Piet Mutsaars is wereldberoemd in de Rijen. En trots op zijn vele gewone bekers. Ik ben Piet Mutsaars, keurslager. Met hart en nieren. Veel passie. En deze bekers, deze heb ik gewonnen in 2019. Met onze filetmeren kent. En onze... alleen met de filetmeren kent. En deze beker heb ik dit jaar gewonnen. Met onze gekookte achterappen. Ik ben ook nationaal kampioen in geworden. Waar ik zeer trots op ben. Ook heeft Rijen een heel mooi golfterrein. We gaan kijken of we erop mogen komen, maar meestal lukt dat niet. Want je mag eigenlijk zomaar niet op een golfterrein komen. Maar we gaan het toch eventjes proberen. De Noord-Brabantse golfclub Toxandria werd op 5 juli 1928 opgericht. En was daarmee de eerste in Brabant en Limburg. In een parkachtige omgeving, Witgert Golf, Pits en Put en Jules de Boel. De leenput wordt geheel beheerd door vrijwilligers, die vooral afkomstig zijn uit de seniorenvereniging Rijen. Je hebt toch niet veel beet gehad, hè? Nee. Ja, eentje net, hè? Ja. Ben je nou lid van de visvereniging hier zo? Ja, van de Sint-Petrus, hè? Ja. Je hebt de Rietvoren en de Sint-Petrus. Maar de Rietvoren, dat is die twee putten die talen hier. Oh, ja. Want dit zijn allemaal oude leemputten, hè? Dat ja, ja. Nou, hier hebben ze vroeger de leermat gehaald van de steenfabrieken. Ja, ja, ja. Van leemputten naar zwembad Cheree en weer terug naar de natuur. En het is nu weer een mooi natuur- en recreatiegebied geworden. Dennis. Dit was een kleine impressie van mijn dorp wat er allemaal te doen is. Maar er is nog zoveel meer. Als u niets meer wilt missen, abonneer u dan op mijn kanaal. Druk even op het belletje, dan krijgt u bericht
wanneer er weer een nieuwe video op staat. Bedankt voor het kijken.